Henze is een bedrijf dat is inrichter en verzorger van de buitenruimte in de meest ruime zin van het woord. Grootschalig werken wij voor overheden, wij werken voor woningstichtingen, wij werken voor bedrijven en kleinschalig werken we zelfs ook voor particulieren. Het bedrijf bestaat uit twee onderdelen, de Nederlandse vestiging en de Belgische vestiging in Maasmechelen. Ons werkgebied is daarhalve ook Nederlands en Belgisch Limburg. We werken met 60 vaste medewerkers en 40 losse medewerkers, ZZP'ers, in het hoogseizoen. Henze is sinds de oprichting in 1983 weer bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle aspecten komen daarin voor. Henze heeft de hele bedrijfsvoering afgestemd op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van de belangrijkste speerpunten in het kader van de people binnen de firma Henze ligt bij onze eigen mensen. Dat uit zich ook in langdurige dienstverbanden. Daarbij bieden wij praktijkgerichte opleidingsplekken aan in het kader van de BBL. Waarbij we mensen dan ook in de toekomst een baangarantie aanbieden. Wij werken nauw samen met een aantal werkvoorzieningsbedrijven binnen onze regio. Wij bieden plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zetten die dan ook in alle lagen van onze organisatie. Ten aanzien van het thema Planet, ons bedrijf is natuurlijk sterk gemechaniseerd. Ondanks dat zorgen we toch altijd dat we zorg dragen voor het milieu. We kijken naar uitstoot van onze machines, brandstofverbruik, etc. We hebben ons zelf ook een richtlijn opgelegd om die CO2-uitstoot terug te dringen. Door middel van een certificering op de CO2-prestatieladder. We controleren zo al onze energiestromen, inkomend en uitgaand. En ieder jaar proberen we die iets terug te dringen. Ons gebouw, daar hebben we gezorgd voor energiezuinige lampen, we hebben een klimaatbehandelingssysteem, we hebben gezorgd voor een goede isolatie en we zijn zelfs aan het kijken of we door middel van de vergassing van onze afvalstoffen ons gebouw kunnen gaan stoken in de toekomst. Bij projecten proberen we natuurlijk ook altijd te zorgen dat we duurzame materialen gebruiken. Duurzame materialen, wat kun je daarbij voorstellen? Dat zijn bijvoorbeeld biologisch gekweekte bomen, kijken naar ecologische aspecten. We kijken naar duurzaamheidscriteria, zo bij de aankoop van hout, FSC-keurmerk. Daarnaast kijken we ook, als we natuursteen gebruiken, is dat bijvoorbeeld een natuursteen die door eerlijke arbeid gewonnen is. Denk bijvoorbeeld aan de Chinese hardsteen, die zou zomaar gewonnen kunnen zijn door kinderhandjes. Daarom gebruiken wij nu alleen maar Belgisch hardsteen. Profit, je moet er ook iets aan hebben. Doordat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen geïntegreerd hebben in ons bedrijf, kunnen wij voldoen aan de strenge regels die de overheid heeft gesteld bij aanbestedingen, de zogenaamde economisch meest voordelige inschrijving. Hierdoor garanderen we de continuïteit van ons bedrijf. Maatschappelijke betrokkenheid uit zich bij ons ook in sponsoring van onze verenigingen. Voetbalclubs, etc. worden gesponsord door de firma Henze. Maar er ligt ook een focus op het in stand houden van het Limburgs cultureel erfgoed. Zoals de fanfares, de schutterijen, maar ook de Zuid-Limburgse stoomtrainmaatschappij vinden wij een heel belangrijk item. Hier willen we graag aan meewerken om dit in stand te houden. Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1983 zit MVO diep verankerd in onze organisatie. Met MVO ben je nooit klaar. MVO is denken, blijven denken en blijven doen. Je bent er nooit klaar mee.